Vol verwachting klopt ons hart. Ja, we zijn weer in Oosterwolde en we wachten op Sint en zijn Pieten. Het is super koud en we zien hier nog niet zoveel kinderen. Ik zie gelukkig toch twee kinderen, een Pietje en een meisje. Waar wachten jullie op? Sinterklaas. Ja, en jij ook? Ja. Ja, en jij hebt zo'n mooie pak aan en een mooie Pietenmuts op? Ja. Ben jij al een beetje een Piet? Ja. Ja, dames, ik word nu toch een beetje zenuwachtig, want ik zie hier bijna geen kinderen. Zou de goede Sint wel komen? Ja, we hoorden het al. Oh, ik hoor nu ook iets. Jij hoort het ook? Ja. Ja, maar gelukkig. Je kan ook niet zo hard lopen. Nee. En de kindjes hebben ook kleine beentjes. Ja, maar we komen, ja, hoor. 100%. Gelukkig. Maar hoe is het allemaal gegaan? Jullie komen nu net van Hart van Oosterwolde lopen. Ja, van het Hart van Oosterwolde. En er waren ook allemaal kindjes. En we kwamen in een grote optocht. En er kwamen steeds meer kinderen bij ons. En dat was zo leuk. En nu gaan we hier naartoe, naar de Wadi. En dan gaan we nog een dansje doen. Oh, ja. Goed geoefend. Ja, de beentjes van de vloer. Ja, sommige Pieten zijn wel een beetje dom of onhandig, maar toch zijn er ook wel goede Pieten bij. Oh, ja, gelukkig. Nou, zeggen, oefening, ja, baart kunst, hè? Zo is het. Ja, ik hoorde iets over een geheime dienst. Er is echt een geheime dienst. Maar die is zo geheim dat het eigenlijk te geheim is. Maar misschien wordt straks het geheim wel ontrafeld. Nou, dat zou mooi zijn, want we zitten in spanning. Ik mag er ook eigenlijk niet over praten. Nee, doe. Snel je mond weer dicht dan. Ja. Gaat het allemaal goed? Ja hoor, gaat prima. Zeker. Tot straks. Wat is er toch allemaal aan de hand? Er is van alles aan de hand, maar niks heel spannends. Het is een leuke verrassing voor de Sint. Oh, gelukkig. Ja, ik heb vannacht niet geslapen, hè? Ik vond het ook moeilijk, maar ik heb net gehoord dat het een leuke verrassing is. En het komt dichterbij, de ontrafeling? Het komt dichterbij. Oh, gelukkig. Dan wachten we netjes af. We wachten het rustig af. Ja, oké. Waarom doen jullie dit? Voor de intocht. We moeten kijken of elk kind er is. Oké. Ja. Succes! Dankjewel, bedankt. Nou Pieter, ik zie jullie al klaarstaan voor het grote feest. Zijn er genoeg kinderen gekomen? Jazeker, er zijn heel veel kinderen. Echt allemaal ook mooi verkleed. Het is echt heel leuk. En hoe was het om hier weer in Oosterwolde aan te komen? Ja, wel spannend, maar dit is natuurlijk wel de mooiste plek om te zijn. Ja, en jullie hebben... Nou, we zijn weer een jaartje verder en wat zijn we gegroeid? Ja. Ik dacht, hoeveel kinderen zijn erbij gekomen nu? Nou, ik denk wel 100. Een bloeiende wijk, ook vooral deze wijk, hè, met allemaal jonge ouders. Ik vind het zo mooi om te zien dat we nu ook met z'n allen bij elkaar kunnen zijn. Ja. En dat we niet langs de huizen alleen maar hoeven te zwaaien, maar dat we iedereen mee kunnen nemen. Heerlijk toch? En kijk eens, de Pieten zijn nou goed de ochtendgymnastiek begonnen. Ja, maar dat moet ook wel, want je snapt het, hè? De Sint is er nog niet. Nee. Het wachten is nog op hem. En het is koud. Daarom, dus je moet even bezig blijven om een beetje warm te blijven. En hopelijk moedigt het de Sint ook aan om heel snel te komen. Want wij zitten Ik vind het ook allemaal zo spannend, want jullie hebben zulke spannende dingen. Maar leuke dingen hoorde ik van Pieter. Geheimen moeten leuk zijn, want dan mag je ze voor je houden. Pepernoten samen, pepernoten lied. Pepernoten samen, pepernoten lied. Ja, u komt eraan. Ja, dat klopt. Dat hoopten wij ook allemaal al. Helpt het als wij u met z'n allen gaan roepen? Ja. Maar even wat, hè. Ja, het gaat u... Denkt u dat? Ja, Sinterklaas denkt dat als wij hem roepen, dat hij dan sneller kan gaan. Zullen we het proberen? 3, 2, 1, 0. Wow. Oh. Nou, we zien net dat de meneer van de geheime dienst is gearriveerd. Dus daar moeten we bij zijn. Het wordt nu echt spannend, want zit Sinterklaas in die auto? Oeh, ik zie wel de meneer van de geheime dienst. Oeh, die autodeur. Oeh, dat portier. Wow, ik zie al wel een mijter. Ik zie een mijter. Ik zie Sinterklaas. Sinterklaas hoort ons niet. Oh. Hij ziet ons niet. Waarschijnlijk omdat hij denkt,
dat hier het geheim wordt onthuld. En dat mag hij natuurlijk nog niet weten. Nee. Maar hij weet niet dat dat niet hier is, maar ergens anders. En het is niet leuk, hè? Dat is wel leuk. Eerst eens horen wie er allemaal zijn. Zonder dat hij het ziet, dan moet hij het raden. Oei, wat is dat? Oh ja, maar dit is ja, zo, kijk. We hebben eerst eens luisteren. Hé, ik hoor iets. Ja. Ja, ze oh. Sinterklaas! Ik ben ook heel blij dat ik er ben. Ik begon langzamerhand te begrijpen dat er een verrassing in petto was. En nu ik jullie allemaal zie, begrijp ik dat dat de verrassing is. Al die kinderen hier weer. We gaan nog even u welkom heten. Dus we zeggen nog even welkom Sinterklaas. 1, 2, 3. Dankjewel. Ook leuk dat jullie allemaal zijn. Het weer is goed, dus we gaan er vandaag wel een feestje van maken. Precies, dat vind je het spannend? Zoveel kinderen die met u willen praten. Ja hoor, daar zien we ze al aankomen. De hele stoet met kinderen, Pieten en Sinterklaas, op weg naar het hart van Oosterwolde om het grote geheim te onthullen. Het is bijna zover. Sinterklaas gaat hier horen wat de verrassing is. We moeten hier even stilstaan, want hier om het hoekje, ik kan het niet te hard zeggen, maar hier om het hoekje is dus het geheim van de Sint. Ah. Voor de Sint. Dus we zijn heel dichtbij. We zijn heel dichtbij. We zijn warm. Je moet je voorstellen dat ik al best wel een beetje kriebeltjes krijg. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Als u mocht kiezen, de blinddoek weer voor of de handen gewoon voor de ogen, dan wist ik het wel. Ik vind het in beide gevallen eng, maar ik denk dat ik kies voor de handen. Ja. We waren er een beetje moe van op een gegeven moment, maar gelukkig zijn we. Maar nu is het spannend wat de verrassing is. De bedoeling is dat die zak er natuurlijk vanaf gaat. En de Sint moet daar iets in bedenken. Misschien kunt u erbij. Ik ga mijn best doen. Oké, kom. Dat is het samen doen. Sinterklaas gebruikt de staart. Ik wou net zeggen, ik heb een goed hulpmiddel. Ga even kijken of dat lukt. Ondertussen zal ik ook een klein beetje helpen. Ja, want Sinterklaas probeert. Ga hem even omdraaien. Dus je kunt hem hier een beetje. Ja, ik zou als ik hem met om. Piet, help je even mee? Ja, oh, wat moet je? Het zou toch jammer zijn als even tellen, Greetje. Dit wordt zeer complex. 1, 2, 3. Oeh, wat hier? 3,5. Kijk nou mensen. Sint-Nicolaasplein. Ja, nou, precies Sinterklaas. Fantastisch. Dit hele plein. Fantastisch, ja. Is nog eigenlijk helemaal niet klaar, dat ziet u. Maar de naam is al wel naam bedacht. Is bedacht. Nou, en wie heet er zo, jongens en meisjes? Precies. Ja. Sinterklaas, we misten even het antwoord, maar wat vindt u ervan dat er een plein naar u is genoemd? Nou, ik vind dat geweldig. Er zijn door de eeuwen heen al heel wat kerken naar mij vernoemd, maar dat er nu ook een plein naar mij vernoemd is, dat is heel bijzonder. Dat is nog niet eerder gebeurd. Dat is een primeur, ja, een echte primeur. Ik zie het aan u dat het u heel veel doet. Het roert mij, ja. Dat kan ik gerust zeggen. Ja, dat is een heel mooi geschenk. Dat het deze dag mooi weer is, is al een geschenk. Maar dit maakt het plaatje compleet. Ja, en geniet van de verjaardag, hè? Ja, gaan we doen. Ja.